De ding is wat ik vandaag ga doen. Zoals naar de wc gaan eerst en dan kleren aandoen, naar beneden gaan, ontbijten, tanden poetsen en dan naar school gaan. En als ik in bad moet, 's avonds of 's morgens, zo, dan moet ik ook nog naar de toilet gaan, al in bad gaan, mij wassen, afdrogen en mijn pyjama aandoen als het avond is. En dat heb ik al gezegd. En dan tanden poetsen, weer naar de toilet en dan naar bed gaan. We proberen stappenplannen in elk geval aan te passen als de situatie verandert. Hij zou ook de eerste zijn om ons erop te wijzen van dat iets niet meer klopt, denk ik. Mochten we dat niet doen. En ja, soms ga je naar een ander niveau van complexiteit, waar toen ik kleuter was, een stappenplannetje bijvoorbeeld voor naar bad te gaan, erin bestond van, ja, je gaat naar het toilet, je gaat dan in bad, je wordt afgedroogd en je doet je kleren weer aan. Is voor douchen, wat hij nu met zijn oppas soms thuis oefent, de complexiteit veel gedetailleerder, omdat hij ook al veel meer stapjes zelf moest doen. Als kleuter zet ik hem in bad, was ik hem en doe ik heel veel stappen nog voor hem. Nu wordt hij als 8-jarige verwacht om heel veel van die stapjes toch wel als zelfstandig te gaan doen. En dan heeft hij ook meer nood aan die verschillende stapjes. Dus eigenlijk moet je die elke keer weer gaan aanpassen aan het moment en zijn leeftijd en niveau van zelfredzaamheid. Het gebruik van dagschema's en stappenplannen heeft eigenlijk het doel om de persoon met autisme zo zelfstandig en zo zelfredzaam mogelijk te maken. En vaak bereiken ze een niveau van zelfstandigheid of een functioneel niveau dat we zonder gebruik van de visuele ondersteuning nooit zouden bereiken. En waarschijnlijk is het wel zo dat ze altijd afhankelijk zouden zijn van een zekere vorm van visualisatie. Maar het is beter dat ze afhankelijk zijn van van dat plan of dat schema. Want anders zijn ze afhankelijk van een persoon. En dat is dan nog veel moeilijker werkbaar. Een kind dat zeer goed begaafd is, dat op het eerste zicht geen probleem heeft, toch met stappenplannen of schema's gaan ondersteunen, ja, is dat niet kinderachtig? Bij een normaal begaafde persoon met autisme wordt de intelligentie vaak overschat. Het is niet de intelligentie die de nood aan ondersteuning aangeeft. Het is wel zo dat hoe intelligenter, hoe meer ze mogelijk zijn om een aantal dingen te compenseren en te camoufleren. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen nood hebben aan die visualisatie. Ik vind wel dat er moet op gelet worden dat de vorm en de manier waarop dat er gevisualiseerd wordt aangepast wordt aan de interessesfeer en de mogelijkheden van het kind. Donc une des autres activités de Julien, c'est une nouvelle activité, c'est d'aller à la salle de musculation et donc j'ai préparé un carnet qui lui permet de se débrouiller tout seul. Donc ici il y a d'abord la photo de la porte du vestiaire. Elle est grise, c'est écrit en blanc, c'est exactement la même chose. Donc il sait qu'il doit aller au vestiaire. Le détail de ce qu'il doit avoir avec lui, donc l'eau, l'album photo, la clé et un essuie. Toutes les étapes qui sont ainsi détaillées. Donc là, au rouleau, il doit mettre sa clé. Et à partir du moment où il voit son nom qui apparaît en vert, ça commence. On voit des petites lumières. Donc tant qu'il y a des petites lumières, il court. Quand ça s'éteint, il sait que c'est fini et qu'il peut descendre de la machine. Et quand il a terminé, il doit retourner à la borne, mettre sa petite clé pour dire qu'il a terminé. Ce support d'image, mais ça va lui permettre d'être... Le but, c'est qu'il soit tout à fait autonome. Au départ, c'est vrai qu'il a besoin d'un accompagnement, mais... moi, je compte me retirer petit à petit et le but, c'est qu'il puisse aller rentrer dans la salle et se débrouiller tout seul pendant que maman l'attend au bar tranquillement en sirotant son petit café. Donc ici, pour aider Joël à pouvoir être autonome au niveau de ses courses, donc il y a eu un apprentissage qui a dû être fait par rapport à l'utilisation d'une carte bancaire, par rapport aux déplacements aussi, les trajets en bus. Établir une liste de courses, en particulier par rapport à un certain nombre de recettes qu'on a établies, qu'on a choisies ensemble avec la famille, etc. Et donc on a établi des listes imagées
donc avec les différents produits qu'il a besoin pour réaliser ses recettes. Par exemple ? Donc ici, par exemple, Joël a une liste pour réaliser la recette poulet, compote et pommes de terre. Er wordt wel gestreefd om stappenplannen af te bouwen, om visualisatie af te bouwen. Dus dat er een evolutie is van een uitgebreidere vorm naar een compactere vorm, een algemenere vorm. Maar op de vraag of het helemaal kan afgebouwd worden, zou ik nee antwoorden. Ik ben ervan overtuigd dat personen met autisme blijvend nood hebben aan een zekere vorm van visualisatie. Hoe miniem ook. Denk maar aan ons eigen alledaagse agenda. Ik raad ook aan ouders aan om nooit de visualisaties weg te doen. Omdat in periodes van drukte, stress, veel veranderingen, personen met autisme bepaalde vaardigheden die verworven zijn, kunnen verliezen. En dat dan het terugbovenhalen van gekende visualisaties wel een hulp kan zijn voor die personen om door die periode heen te geraken. Die stappenplannen, die kun je eigenlijk niet wegdoen. Want als ze dan een keer een moment zich minder goed voelen, als ze wat minder goed in hun vel zitten, dan hebben ze die stappenplannen echt nodig als steun. Wij merken dan de momenten zijn dat Seppe er helemaal niet naar kijkt. Maar vanaf het moment dat er iets in zijn omgeving verandert, dat mag een kleinigheid zijn, pakt dat er het weer verandert, wordt weer regenachtig en hij wordt daar ambetant van, dan heeft hij zijn stappenplannen echt nodig. Dan moeten we hem ook weer terug op wijzen van, kijk Seppe, nu doen we terug onze trui aan en onze regenjas aan. Want ondertussen dat hij bijvoorbeeld boven naar die kleerschema's er al maanden niet meer naar gekeken heeft, omdat het al maanden hetzelfde is. En dan ineens komt die trui er weer bij en dan moeten we hem er weer op wijzen. Ondertussen dat je dan al vlug de neiging hebt om dat weg te doen. Maar eigenlijk blijven in ons huis de schema's steeds hangen. Maar une fois je suis arrivée et il cuisinait sans sa farte. Et alors c'était catastrophique. Cette patate qui débordait, sa graisse qui brûlait dans la poêle. Et s'énervait, il était énervé. Des pommes, il avait coupé des pommes pour faire la compote. Il y avait des morceaux de pommes dans toute la cuisine. Et alors, je lui ai parlé, je lui ai expliqué que non. Donc, voilà, depuis, il prend sa farde avec les pictos parce que c'est important pour lui. Pour le rendre plus autonome possible dans sa maison, on a utilisé des systèmes de repères visuels, soit par picto ou par photo. Par exemple, pour ses recettes de cuisine, on a photographié toutes les étapes. On a décidé 5 recettes ensemble et on a photographié toutes les étapes de chaque recette qu'on a imprimées. Et donc, il peut suivre visuellement toutes ses recettes et les réaliser vraiment seul. On a utilisé ce système-là aussi pour son tableau d'alternance de recettes. Pour son armoire à pharmacie aussi, c'est par photo. Pour certaines tâches qu'il doit réaliser dans la maison aussi. Là sont des pictos pour l'aspirateur, pour faire ses poussières. Et avec ses repères visuels, il peut vivre autonome? Il vit de manière autonome dans sa maison. Bon, il y a certaines choses pour lesquelles il n'a pas besoin de repères, mais les choses pour lesquelles il en avait besoin, donc là on a évidemment mis en place des choses. Et donc ça lui facilite à vivre sans aide, disons, journalier? Voilà, tout à fait. Donc il n'a pas besoin d'une personne à ses côtés pour pouvoir se gérer dans son quotidien.